Indien er geen andere kandidaten zijn, mag ik dan aannemen dat de voorgedragen persoon bij acclamatie gekozen is. Dus de heer B. Marinus is dan gekozen als voorzitter voor de overige duur van deze zittingsperiode als voorzitter van het parlement. Ik hoop dat ik duidelijk en correct heb verwoord. Mag ik nu de heer B. vragen naar voren te treden om als nieuwe voorzitter de eed af te leggen? Ik zweer dat ik middelijk, nog onmiddellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, in verband met mijn verkiezing tot voorzitter van de Nationale Assemblée, aan iemand wie hij ook zei, iets heb gegeven of beloofd, nog zal geven of beloven. Ik zweer dat ik, om iets hoegenaamd in dit ambt te doen of te laten van niemand hoegenaamd, enige belofte of geschenken zal aannemen, middelijk of onmiddellijk. Ik zweer dat ik het welzijn van Suriname naar mijn beste vermogen zal bevorderen. Ik zweer gehoorzaamheid aan de grondwet en aan alle andere wettelijke regelingen. Ik zweer trouw aan de Republiek Suriname. Voorzitter B., u bent een politicus van formaat. U kent het klappen van de zweep. Al geruime tijd bent u al lid van dit college. Ik draag de overtuiging dat u als nieuwbakken voorzitter kundig leiding zult geven aan dit instituut. En dit instituut en de verantwoordelijkheden die verbonden zijn aan dit instituut op een waardige wijze zal kunnen dragen. En dit instituut en het volk van Suriname zal kunnen verheffen. Mag ik nu uitnodigen om de hamer van mij over te nemen. Voorzitter, het kennen van elkaar gaat terug naar 2010 op Tourtonne. Als ik Tourtonne noem, dan hoef ik op dit moment niet in detail te gaan. Samengestaan in de coalitie, Bouterse 1. Daarna tegenover elkaar gestaan, oppositie en coalitie in Bouterse 2. We hebben u zien groeien, voorzitter. U hebt uw studie opgepakt en recent een MBA-titel verworven. Daardoor heeft u de lat bijzonder hoog gelegd voor onder meer de jongeren in Marowijne. Marowijne is in de lift. Twee van de drie topposities in het land worden door mensen uit Marowijne bekleed op dit moment. Het binnenland is in de lift. Fieman Pansu is in de lift. Voorzitter, we hebben u vandaag gekozen om de primus inter pares te zijn, de eerste onder de gelijken van het parlement. En ik zou inderdaad mee kunnen stellen achter wat het lid Rusland naar voren heeft gebracht ten aanzien van de kwaliteiten en de capaciteiten die wij hebben gezien bij u. En ik zeg erbij, voorzitter, dat we u kennen als een evenwichtig persoon. We gaan aan de slag met u en gaan ervan uit dat de betrokkenheid die u altijd heeft gedemonstreerd in het parlementair werk, dat ook manifest zal zijn bij uw functioneren op de stoel. Namens de NDP-fractie feliciteer ik u, uw gezin en uw familie. Ik feliciteer de ABOP. De felicitatie gaat ook uit naar Marowijne en geheel Suriname. De Heere God gaat u voor. Bala mekegadukibiyu. Met heel veel trots
wil ik u feliciteren met uw uitverkiezing tot voorzitter van de Nationale Assemblée, onze Hoge College van Staat. Ik feliciteer ook de totale Suriname samenleving met dit mijlpaal. Ik wil ook van hieruit de partij van waar u lid van bent, de ABOP, feliciteren met deze mijlpaal ook. Ik feliciteer van hieruit alle desma voor binnenland, want ook feliciteren hier. Totale samenleving, maar dit is speciaal. Go naar binnenland, de Graman, de kapitein en alles maar, vooral Marowijnen. Bij voorzitter in Libi, me feliciteer al deze modestie. Zo heb ik gezegd, niemand wordt beloond zonder hard te werken. Voorzitter, u heeft hier in het parlement bewezen dat u de ABOP waardig heeft vertegenwoordigd. En vandaar dat de vertrouwen die de ABOP heeft gesteld in u, om vandaag om u voor te dragen als voorzitter. En ik ben ook gekozen tot voorzitter van ons Hoogste College van Staat. We twijfelen niet aan uw kwaliteit. Maar ik wil het niet te lang houden. In ieder geval wil ik ook een woord van dank aan onze partner, de VAP, die ook heeft meegewerkt dat u vandaag gekozen bent tot voorzitter van het parlement. De NPS, de PKL Hoer, maar niet te vergeten de bijdrage van de BEP. En de grootste bijdrage van de NDPO. In ieder geval, in het kader van een vlotte transitie, de overgang, hebben we met de leiding van de NDP goede gesprekken gevoerd. En de NDP heeft ons beloofd, en we zien dat ze ook ze aan hun woord hebben gehouden, dat wij niet hoeven te vrezen dat de overgang smoothly zullen gaan. En dat hebben we ook gemerkt. Mijn dank is groot. Maar ook aan de president, de zittende president nog steeds, heeft een grote bijdrage geleverd. En toen was maar Doan Boonsani, die moest takken met Trasmaiere. Balabé, Isaptaki, Aydibuskone, daar gaan wij kotja passie voor zien. Dat jij kotja passie, daar pikken wij kom. Dat ik ook pas ik heb daar in de film, dat maka, adia pasimo, dat poel de maka pasig ik heb. En daarom heb ik me betaald. Waarom moet Brunswijk eerst voorzitter worden en daarna gaan naar de vicepresident? A pasimo koti voorzi. En te pasi koti, dat je moet pikken kon, daarna heb je problemen. Al den grand, alles aan de komoto kaba. Ja? Dus a pasi koti, en nooit president van betaald mijn speech. Nu is de weg open. Gideon moet gewoon eens maar passie open nu. Voor emancipatie. Een passie open voor de tijd en zeven komt mee naar ontwikkeling. En dat is het belangrijkste aan Gideon. Ja? En Mitaki, mijn Brunswijk, is kieven geschiedenis. Ja, maar vraag maar eens kieven geschiedenis. En dat heb ik nu bewezen dat hij vanaf die dag. Mijn foto hangt op, ik heb voorzitter van het parlement. We zijn one day om de foto hangen. En bij de VVL, mijn foto hangt ook toe naar het kabinet VP. Dus, ik moet nooit zeggen dat ik dat niet later, maar je hebt dat idee. Ja, take it day, make God bless you. En we zeker dat je ook weer zo, je tjeng en je neef Gadu en al den Gandhi. Je gaat tangi voor facilitair bechijzen via al die dingen. Ga tangi via en ga doen aan jou. Thank you. Het moet gezegd worden zoals het is. En als we één ding kunnen vertrouwen, dan is het de instinct van de vrouw. En ik vroeg mevrouw vanmorgen,
wat geef jij mee aan de voorzitter vandaag? En haar antwoord was direct. Hij is een zeer eerlijke man. Hij zegt hoe het is. Als het goed is, is het goed. Als het fout is, is het fout. Het lid B maakt een punt om een punt te maken. Niet eromheen te draaien. Zo ken ik lid B. Hij is ook een zeer correcte man. En heeft zich niet meer misdragen. Zo ken ik lid B. Aldus en waarlijk een waardige kandidaat als voorzitter van het hoogste college van staat. En we wensen u heel veel kracht en wijsheid toe. Mogen de zegeningen van de Almachtige op u rusten. Namens de president en de regering feliciteren wij u, het college en Suriname. Dank u wel. Dank u wel. Afaya sang ebron in mi na wansan saptaki asanta yeye ben suku a juiste okasi fusigi mi. A bigi mana loktu blessi mi wan dobro fasi. Marowijne, uw naam is genoemd. Jullie mogen trots zijn, ja. Jullie hebben hard gewerkt, Oerokoving. En vandaag is het hier. Een vicepresident en een voorzitter van de Nationale Assemblée. We gaan door. Maar dat moet zich vertalen in ontwikkeling. En we gaan ervoor. Ik zou verder aan ieder die in welke vorm dan ook een bijdrage heeft geleverd aan het bereiken van deze bijzondere mijlpaal afzonderlijk willen bedanken. Maar alleen al lange tungsi. Het parlement waar ik de komende 5 jaar leiding aan mag geven, staat voor grote uitdaging. En op ons als parlementariërs rust een gigantische verantwoordelijkheid. Met de instelling van het constitutioneel hof kan er nu een extra vorm van controle uitgeoefend worden op alle wetten die door ons worden aangenomen. We zullen ons daarom ervoor moeten beijveren dusdanige wetten en wetsproducten te vervaardigen die de toets van het constitutioneel hof doorstaan. Dit zal een nauwkeurige en gedegen voorbereiding vereisen voor alles wat dit college ter behandeling voorlegt. Uw opdracht. Onze opdracht is alles behalve eenvoudig. Regering, u mag zich dan ook voorbereiden op een parlement dat u de nodige ondersteuning zal bieden. Maar indien nodig, niet zal schromen u van repliek te dienen. Het parlement zal als rechter over u oordelen en het belang van het volk ten aller tijden voorop stellen. Uw dienstlands belang. Dus u zult ons land in uw handelen steeds moeten dienen. U heeft allen een belofte waar te maken om voor ons volk de integere leider te zijn die het verdient. U bent dus vrijwillig verplicht om samen met ons ervoor te zorgen dat het Surinaams volk leiders krijgt waar ze trots op mag zijn. Om de woorden van de huidige president in de mond te nemen, wil ik aangeven dat dit nieuw seizoen er eens zal zijn van eengezind denken met de redding van ons prachtig land als hoofddoel. Ik wil eindigen met te stellen dat het voor ons allen een grote uitdaging is om politiek correct te zijn, maar bovenal politiek correct te blijven. Nou, na een momentie, pe makandra usa scrivi wa moro betre historia, giwi lobby kondre sranang. Grand